Doe een like voor dit, negeer voor dit. Like deze video voor extra geluk. Het is je boy DutchTuber en ik hou van verlaten plekken bezoeken. Voornamelijk omdat ik er dan een super toffe video kan maken. En vandaag ga ik naar een ander soort plek dan dat ik gewend ben. Ik ben een keer in een bunker geweest, in een verlaten villa. En zo heb ik nog een aantal andere epische dingen gedaan. Een hotel, een zwembad. Alleen vandaag een verlaten vliegtuig. Als het goed is ben ik in de buurt, tenminste. Het is een stukje lopen, maar dit is hoe het eruit zal zien. De omgeving waar we nu zijn, op zoek naar het verlaten vliegtuig. Laat het lijken alsof het een soort van verlaten dorp is ofzo. Hier. Ziet er namelijk uit als een school. Sterker nog, ik zie hier letterlijk een schooltafel met stoelen erbovenop. Dit lijkt wel een soort van verlaten gevangenis. Ik denk dat onderweg naar het verlaten vliegtuig ik nog heel veel van dit soort gebouwen ga tegenkomen. Ik zie ineens dat de deur van de verlaten school open is. Alleen om daar te komen moet ik letterlijk door deze soort van gap. Oh my gosh, een kat. Ik schrok me kapot. Oké, deze deur is open. Ik heb geen idee of ik hier mag zijn. Dit lijkt eerder op een gedeelte waar ze de elektriciteit bedienen. Hier heb ik niks te zoeken. Oké, ik heb goed en slecht nieuws. Het slechte nieuws is, het vliegtuig is helaas niet bereikbaar. Het is hier compleet afgezet. En als we daar zouden willen komen, moeten we misschien wel 20 hekken overklimmen. Beginnen we niet aan. Dat is gewoon echt niet toegestaan. Goede nieuws. Ik heb nog minimaal 5 andere locaties van verlaten plekken die hier wel echt waarschijnlijk uren van in de buurt liggen. Maar waar ik wel naartoe wil gaan. En het nog betere nieuws is, ik heb een satébroodje. Dat is het beste nieuws van vandaag. Aangekomen bij een nieuwe verlaten locatie. Dit zou een verlaten villa zijn. En de reden dat deze villa verlaten is, is creepy. En ik wil het verhaal graag met jullie delen. Alleen het ziet er naar uit dat ik hier niet zo makkelijk naar binnen ga kunnen. Er is hier een beveiligingssysteem waar je de code zou kunnen invoeren. En dan zou dit hek open gaan. Alleen het hek zit op slot. Dus ik ga eens even kijken of er misschien een andere route is. Want het is al jaren verlaten. Oké, wacht. Ik ga gewoon eens even kijken of ik via deze kant misschien... Oh my gosh, het is letterlijk gelukt. En zoals ik vaker zeg, doe dit niet na. Ik doe dit voor de entertainment en de entertainment alleen. Het hek is gepasseerd. Dit is hoe de villa eruit ziet. En hij zou dus al jaren verlaten zijn. Het verhaal gaat over een koppeltje dat elke avond een soort van dezelfde droom zou hebben gehad. Totdat ze samen dezelfde nachtmerrie kregen. En in die nachtmerrie zagen ze een soort van schaduwfiguur. En sindsdien staat deze villa leeg. Nogmaals, dit is wat ik op internet heb gelezen. Of het waar is een tweede vraag. De deur is open, maar ik blijf hier toch maar vandaan. Ik vertrouw deze niet. Bij de eerste en bij de tweede locatie hebben we niet al te veel geluk gehad. De eerste locatie was letterlijk niet te vinden. En dan heb ik het over het vliegtuig. En de tweede locatie hebben we gevonden. Alleen had ik er echt een bad vibe bij. En de verhalen op het internet waren verontrustend. Dus die hebben we gelaten voor wat het is. Nu gaan we naar de allergrootste verlaten plek die ik wellicht in mijn leven ga bezoeken. Het is tegenover me. De vraag is alleen of we naar binnen kunnen. Laat trouwens even in de comments weten. Vinden jullie dit soort vlogs leuk? Dat ik dus verlaten plekken bezoek. Spannende plekken. Want dan ga ik er zeker mee door. Het is vandaag niet echt onze geluksdag. Ik blijf het zeggen. Soms moet je je verlies nemen. Want ook dit verlaten terrein is niet alleen afgezet, maar zelfs door de politie afgezet. Wat zou dat kunnen betekenen? Ik heb geen idee. Op naar de volgende verlaten plek. We hebben 3 keer misgeschoten, dus 4 keer is scheepsrecht. Vandaag in ieder geval. En voor de duidelijkheid, ik ken de code niet. Al zou ik die wel kennen, zou ik het natuurlijk niet openen. Ja. Ik ben zo benieuwd wat hierachter zou zitten. Het zou een soort van verlaten spookterrein zijn. Dit is niet mijn auto, maar er werd me net een voorstel gedaan die ik niet kan afwijzen. Namelijk steenpapierschaar. Als hij wint, dan krijg ik niks en moet ik hem McDonald's betalen. En als ik win, mag ik zijn auto hebben. Oké, okay, maar steen... papier, schaar. Nee! Nee! Oh! Oké, op zich, Mackie betalen is wel minder erg dan dat hij deze auto aan mij had moeten geven. Maar dat is toch wel jammer. Oké, wacht 2 seconden. Oké, snel, snel, snel. Autodeur dicht. En op slot. Ik heb toch de auto! DutchTuber pull-up! Nee, nee! Hoe werkt dit? Nee! Nee, oké. Kan ik hem starten? Ik heb de auto gestart. Ik heb letterlijk de auto gestart. Ik ga niet rijden trouwens. Waarschuwing afleiden kan zorgen voor ongelukken. Dat is waar. Hey man, let's go. Oké, nee, ik doe de deur open. Dit is niet de bedoeling. Oh nee, ik heb mezelf ingesloten. Oh nee, hoe doe je hem open? Oh nee, ik weet niet hoe dit werkt. Oh nee, wat heb ik gedaan? Ik kan er niet meer uit. Ik kan er niet meer uit. Wat moet ik drukken? Wat moet ik doen? Ik kan er niet meer uit. Hij kan letterlijk niet meer open. Oh ja toch, oké. De volgende locatie gaat waarschijnlijk een verlaten tandartspraktijk zijn. En ik kan niet de enige zijn die vroeger altijd bang was om naar de tandarts te gaan. Ik zag altijd in tekenfilms toch dat volledige gebitten er werden uitgetrokken. Ik dacht, nee, mijn tanden. Nou, dat is meestal niet zo. Alleen tandenpoetsen is wel belangrijk. In ieder geval een verlaten tandartspraktijk waar het schijnbaar, en ik zeg het niet graag, spookt. Ja, dat heb ik jou nog niet verteld. Nee, maar het spookte. Ja? Ja, waarschijnlijk. En ik heb vanochtend expres extra goed mijn tanden gepoetst, zodat er niet ineens een tandartsspook is met een boor. Wat gebeurt?
Wat gebeurt er? Ik krijg eigenlijk wel korting op de bestelling, hè, of niet? Als ik pauze had, ik kreeg 70% korting, jullie. 70% korting. Oh. Je bent de baas, man. Laten we een fotootje maken, toch? Ja, tuurlijk. Let's go. Ja, man. Hey, dat is het voordeel als mensen je soms kennen. Hij wou me 70% korting geven. Maar helaas, hij zat niet in zijn pauze. Altijd een beetje tricky als iemand mij herkent. En diegene die geeft mij het eten. Ik ben altijd bang dat er iets mee is gedaan, toch? Maar... ziet er goed uit. Oké, we gaan dus zo meteen naar de verlaten tandartspraktijk. Voor alle duidelijkheid, in de vlog lijkt het misschien alsof ik echt heel consistent ongezond eet. Dat is niet zo. Meestal. Alleen soms heb ik momenten fast. Dat we even snel van de ene naar de andere locatie gaan. En dan is de gele M altijd degene die even voor je klaar staat. Ze hebben er denk ik niks mee gedaan. Vraag zo meteen veranderen in Superman of zo. Ik moet zeggen, die tandartspraktijk is wel een van de weinige locaties waar ik echt heel bang voor ben. Aangezien de verhalen op het internet rondgaan dat de tandarts die daar vroeger werkte, dan hebben we het over 40, 50 jaar geleden, daar nog steeds is. Terwijl die er eigenlijk niet meer is. Het is een beetje een spookverhaal. Ja, ik hou daar niet zo van. Maar toch gaan we er naartoe. Ben je bang? Ja, ik ben kapot bang, man. Je hebt zeg maar bang, heel bang, kapot bang. Dus hey, ga weet je al proberen. Genoeg, hè? Dan weet je genoeg. Oké. Oh my gosh. Oh my gosh, ik viel. We hebben het gevonden en ik meen het serieus. Het voelt alsof ik regelrecht in een horrorfilm ben gestapt. Het weer is zojuist omgeslagen naar heel erg grijs en donker. En oh my gosh, dit is zo creepy. Dit was dus letterlijk ooit een tandartspraktijk. En nu zou het er spoken, aangezien die tandarts hier nog steeds is. Oké, bro, voordat we naar binnen gaan, zoals gewoonlijk, we laten elkaar niet achter, hè? Nee, zeker niet. Luister man, ik vind het echt heel erg creepy, hè? Ik ook. Oké, laten we... een kijkje nemen. Oké, wacht, ik ga proberen zo te filmen. Hallo? Ik heb een tandartsafspraak. Er stond op het internet dat je dat letterlijk niet mag zeggen. Dat als je dat zegt, ik heb een tandartsafspraak, dat hij dan... Er komt iemand uit. Zag je dat niet? Ja. Gast, zag je dat? Ja. Dude! Ja! Dude! Hij zegt kom. Oh, dat meen je niet. Nee joh, wacht even. Mijn hart gaat zo snel. Jullie, oh, ik dacht even dat we de pineut waren. Ja, we zijn beginners toch, dus voor ons is elk geluidje killing. Maar heel de bovenkant is in brand gestoken, pas op daarboven. Hè. Oh, dank u wel. Gast, dit zijn gewoon... hij is echt, hij heeft de schrik van zijn leven. Nee, we zijn nog maar één keer moeten gaan lopen. En dan was, ik zag een deur op, ik dacht tegen hem, stik je kop door eens binnen. Op het moment dat je zo doet, een bewegingsdetector, toen we moeten gaan lopen. Hij schrok zich, ik heb hem nog nooit zo hard zien rennen gewoon. Het was een marathon. Voor alle duidelijkheid, wij zagen een man. Ik was voor de grap aan het roepen, ik heb een tandartsafspraak. En we zagen daar ineens een man staan. En letterlijk, mijn hart sloeg over. Ik ren voor mijn leven, hij was nog sneller dan mij. En ineens, we komen bij de auto aan en ik zie die man samen met een vrouw dit doen. Ik denk, het is goed. Een kijkje nemen, oh, ik ben heel... Gast. Wat? Dit is de tandartskelder. Oh my god. Oh my gosh. Heb jij een zaklamp voor mij? Kun jij de zaklamp erbij pakken? Heb je die goede lamp bij je? Nee, die niet. Oh, die heb je niet. Okay. Als jij een beetje over me heen kunt schijnen. Oh my gosh. We zitten dus nu in een verlaten kelder van een voormalig tandartspraktijk. Rustig. Sorry, ik had ineens een spin op mijn hand. Oh my gosh. Oké, dit is echt terrifying. Ik ga niet voor jullie liegen. Dit is een van de engere plekken waar ik ooit ben geweest. Gast, waarom zijn hier hokken? Waarom heeft een tandarts hokken? Oh, echt, mijn hart gaat nog steeds tekeer, hè? Mijn ook. Ik schrok me echt kapot. En wat hebben ze hier? Oh my gosh, gast. Hey, dit is echt heel eng, man. Het lijkt wel alsof ze hier ooit mensen hebben. Nou, ik wil niet gelijk zeggen vastgebonden of zo, maar kijk dan. Je hebt hier letterlijk zo'n soort van metalen ketting. Hier? Oh, alles hieraan is eng. Ook gewoon de manier hoe dit eruit ziet, hè? Oké, ik ga hier nu naartoe om te kijken wat er is. We hebben hier een kast. Oh my gosh. Ik heb nog nooit iets gezien wat er zo verlaten uitziet. De kastjes zijn open. Hier hebben we... Oh snap. Oh my gosh. Kijk dan. Er is ook overal gegraffitied. Dus dat betekent dat het waarschijnlijk al heel erg lang leeg staat. Oké, dus als het goed is, zou er hier nog verschillende plekken zijn die dus aantonen dat hier vroeger een tandartspraktijk was. Oké, dit is echt een hele diepe gang. Daar gaan we zo meteen in. Laten we eerst deze kant op gaan. Oh my gosh. Oh, hier komen we vandaan of niet? Ben ik door het raam geklommen? Ik weet het niet. Komen we hier vandaan? Nee, ik kom niet vandaan. Nee, hier komen we niet vandaan. Ja, sorry. Alles lijkt op elkaar wanneer iets verlaten is, toch? Dat is zo raar. Oké, snel deze kant op. Ik wil hier natuurlijk niet al te lang blijven. Nee. Oh, ik schrok me kapot. Wat was het? Gast, ik zag mijn eigen schaduw hier binnen. Ik dacht heel even dat hier iemand stond. Ja. Dude, oh, dat was zo creepy. Oké, wacht. Hebben we hier iets? Hallo? Oh my gosh, echt alles aan dit huis. Wow. Gast, wat is dit? Oh. Gast. Hier heeft hij letterlijk die kiezer getrokken, man. Oh my god. Dude, oh my gosh, en kijk dan. Heel eng. Oké, wacht even. Ik wil niet weten wat er met de laatste persoon is gebeurd die hier op de tandartsstoel zat. Maar aan de muur te zien en al die handafdrukken is het geen fijne behandeling geweest. Oh my gosh, dit is creepy. Ik heb nog nooit zo'n enge locatie gezien.
En op die tandartsstoel. Bro, jij bent vandaag de tandarts. jij bent vandaag de... Oké, luister, ik ga nu letterlijk op dezelfde stoel liggen waar waarschijnlijk de laatste klant 20, misschien wel 30 jaar geleden heeft opgezeten. Allee, kom maar. Oh my gosh. Oh, die gast! Die body is er zelfs nog. Oh my gosh, je moet je voorstellen dat hier dus gewoon letterlijk mensen hebben gezeten met gaatjes of andere dingen die hier behandeld werden. Alleen, kan iemand mij uitleggen waarom er allemaal handafdrukken op de muren en op dit bord staan? Heeft dat iets te maken met de mensen die hier behandeld werden? Oh, ik ben zo bang. Ik ben zo bang. Wat is dat? Doe het. Doe het, luister. Wat is dat? Ik weet niet, man. Volgens mij is er iemand kijk op boord in. Oké, ik denk dat de laatste persoon hier misschien niet zo'n goed gebit had. Ik denk dat we naar een andere plek gaan, man. Oké, hier achter mij staat een deur. En ik hoorde er net letterlijk geluid vandaan komen. Zoals ik zeg, de engste kamer die hebben we denk ik al gehad. Het was dus echt de tandartskamer, hè, waar vroeger waarschijnlijk werd geboord en werd getrokken. Nou, niet alleen maar dat, hè. Er waren vast ook mensen met een goed gebit. Maar ik ben best wel benieuwd. 3, 2, 1. Oh. Oh my gosh, oké. Die zag ik niet aankomen, maar die rook ik wel aankomen. Wat is dit? Zit daar. Oh, dit gaat gewoon naar de buitenkant toe. Oké, nee, dit is overduidelijk de plek geweest waar de gasten hun boodschap konden achterlaten. Oh my gosh. Ik heb wel een grappig idee. Ik kan op zich hierin gaan zitten en de deur dicht doen. En dan als hij zo meteen hier langs heen loopt. Ah, maar dat is heel flauw. Ik bedoel, we zijn allebei al best wel zenuwachtig, aangezien er net een man was. Gelukkig een aardige man, maar dat wisten we natuurlijk niet zeker. Oké. Er is alleen één plek waar mij net een soort van is afgeraden om naartoe te gaan. En dat is de trap naar boven toe. Ik heb dus gehoord dat er schijnbaar ooit een brand zou zijn geweest hier. Oh my gosh, ik zag letterlijk een schaduw die kamer daarin lopen. Ik maak geen grap. Het begint keihard te onweren en ik zag letterlijk... Daar zag ik net een schaduw. Ik weet 100% zeker dat ik een schaduw zag. Oh my gosh. Oh, gast! Gast! Dude! Oh, check dit! Wat? Job! Ja! Oh my gosh, je kunt hier letterlijk het dak op. My gosh, dit is insane. En nu kom je er ook pas achter hoe groot het is. Ik sta letterlijk op het dak. Ik sta letterlijk op het dak van een verlaten tandartspraktijk. En check dan, je zou daar... Ik hoorde iets. Ik hoorde letterlijk iets. Ik hoorde een stem. Wat was dat? Ik hoor een stem daar. Ja, ik hoor een stem daar. Niet eens een mensenstem of zo. Echt zo'n hele lage, enge stem. 2 seconden, man. Ik denk... Nee, het zal wel goed zitten. Dat kan nooit. Misschien dat het onweer was dat het zo klonk. Misschien dat het onweer was. Oh my gosh, dit is creepy. Je ziet inderdaad letterlijk dat hier ooit een brand is uitgebroken. Want de complete muren, het plafond en zelfs die kamer daar is compleet verbrand. En natuurlijk die kast. Ik ga toch nog een keer heel duidelijk zeggen, doe dit niet na. Ik doe dit voor de entertainment en de entertainment alleen. Als ik ergens niet zomaar naar binnen kan lopen en het is echt verboden en er hangen sloten en dingen, dan ga ik ook niet naar binnen. Dat is vandaag al 3 keer gebeurd. Alleen deze keer... had ik wat meer geluk. Oh my gosh. Dit is echt insane. Ik heb nog nooit gezien hoe zoiets eruit ziet wanneer het echt compleet verwoest, verbrand of whatsoever is. Je ziet letterlijk voetafdrukken over die deur en kijk dan. Oh my gosh, oké, dit is echt heel erg eng. Ik ga hier snel weer weg. Ik voel me hier echt niet op mijn gemak. En er is hier ook een soort van kast, I guess. Wat is dat? Is dat een badkuip? Dat lijkt serieus wel op een soort van jacuzzi. Deze deur mag wat mij betreft dicht blijven. Oh gosh, de sleutel zit er letterlijk nog in. Oh, dit is echt ongelooflijk eng. En hier heb je dus het balkon. Op zich is dit best wel handig. Stel je voor, je weet niet wie er in die kamer zit. Dan doe je gewoon dit. Oh, het zou zo eng zijn als daar ineens iemand stond, hè. Oké, ik moet zeggen, ik denk dat ik hier niet al te lang meer blijf. Ik heb namelijk gewoon, en dat had ik net al toen ik even buiten stond, het idee dat ik dingen hoor. Alsof er letterlijk gewoon mensen zijn of zo. Ik bedoel, er waren net mensen, dus het zou me niet verbazen als er nog meer mensen schijnen te zijn. Maar toch heeft het mij echt een creepy vibe. Eentje waar ik niet blij van word. Oké, er is hier wel een trap naar boven. Alleen deze trap die doe ik liever niet in mijn eentje, want die is echt ongelooflijk hoog. Wat zit er achter deze deur? 3, 2, 1... Oh my gosh, dit is echt ongelooflijk eng. Ik denk dat ik even de lano erbij ga halen, want deze doe ik liever niet alleen. Nee. Luister, ik wil je niet bang maken, bro, maar ik hoor serieus mensen, man. Ik weet niet of het mensen zijn, maar ik hoor de hele tijd hele rare dingen. Kom. Ook hier zijn letterlijk allemaal handafdrukken. Alsof iemand letterlijk heeft geprobeerd om te ontsnappen van... Ja, van wat eigenlijk? Ik bedoel, kijk dan. Handafdruk. Oké, laat ik deze kant even opgaan. Deze kamer durfde ik alleen niet in. Oh, snap. Oké, misschien... Wat was dat? Hoorde je dat? Oh my gosh, je ziet echt dat hier heel lang niemand meer is geweest. Oké, snel andere kamer. Deze vertrouw ik echt niet. Hier is ook nog een kamer inderdaad. Oh, dit ziet er letterlijk uit als een gigantische zaal waar misschien allemaal tandartsapparaten hebben gestaan of zo. Ik voel me eigenlijk sowieso... Oh my gosh.
Dit is letterlijk gewoon een soort van kamer met allemaal toiletten en een badkuip. Waarschijnlijk de kamer waar mensen zich even snel konden verschonen, om wat voor reden dan ook. Bro, dit is denk ik niet alleen een tandartspraktijk geweest, man. Dit is denk ik iets geweest waar ze ook mensen opvingen of zo en echt verzorgden. Rustig, deze kant op. Oh, ik ben zo ongelooflijk bang, hè. Deze trap is stijl en... Oh my... Oh, dit is zo creepy. Deze deur is letterlijk afgezet. Ik maak geen grap. Deze deur is letterlijk afgezet. Oké, ik durf hier niet naar binnen, man. Ik bedoel, dit is namelijk het piekje van de tandartskamer. Tandartshuis. Oh my gosh. Dat laken daar, alsof daar mensen achter waren of zo. Oh my gosh. En die deur daar open ik al liever helemaal niet. Snel weg, snel weg, snel weg. Misschien dat ik vandaag naar nog een andere verlaten plek ga. Maar dit was toch wel echt de plek waar ik het allerliefst naartoe wou. Hier is gewoon letterlijk ineens een soort van uitgang. Het is natuurlijk geen officiële... Gaat het, bro? Gaat het? Ja, man. Wat gebeurde er? De deur daar waaide dicht. Ben je serieus? Ja. Waaide dicht of werd door iemand dicht gedaan? Oké, dan moeten we weg, dan moeten we weg, dan moeten we weg, dan moeten we weg, dan moeten we weg. Gast, ik schrok me kapot. Doe normaal. Snel, 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 weg, 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 weg. Maar wat zit hier eigenlijk achter? Pas op, man. Oh my god. Oh, dit is gewoon een toilet. Oh, dit is zo creepy. Je ziet ook gewoon echt dat de natuur dit al bijna helemaal heeft overgenomen. En oh my gosh, er zit een gat in het plafond. Ik ben pleiten. Dit is waarschijnlijk letterlijk een spiegel geweest. En ik vraag me af waarom die er niet meer is. Alleen, ik denk dat ik het niet eens wil weten. Stel voor, je kijkt in die spiegel en je ziet ineens iemand achter je staan. Maar dan een spook. Oh, waar ben je? Waar is die gast? Oh, daar is die. Dude, ik weet echt niet. Wat doe je daar, ouwe? Bro, waar ben je? Bro, bro, waar ben je? Wat? Gast, waar ben je? Wacht even. Dude, ik zag hem letterlijk weer inlopen. Ik zag hem letterlijk inlopen. Bro, waar ben je? Bro, gast. Wat doe je daar? Wat doe je daar? Wat is er? Wat is er? Waarom ren je weg? Waarom ren je weg? Waarom ren je weg, bro? Ik weet niet wat er aan de hand is, maar dit klopt niet, bro. Ik ga wel even nog naar binnen, man. Het regent veel te hard. Ik wil even een klein beetje droogte, man. Oh. Ik ben serieus kapot van het rennen. En elke kamer is eng. Ik zoek gewoon even naar een kamer waar ik kan schuilen zonder dat het mijn nachtmerrie is. Come on, man. Daar is geen goede kamer. Ik wil daar niet langer blijven. Iets hieraan geeft mij echt hele spooky vibes. Ik bedoel, waarom zouden deze stoelen in een kringetje staan alsof er een soort van gezelschap is? Terwijl er letterlijk niemand is. Ik weet zeker dat ik iets hoorde. Letterlijk alles hieraan is zo creepy. Ik weet echt niet wat... Oh! Oh! Dat ding viel letterlijk om. Dat ding viel letterlijk ineens om. Ik maak geen... Nee, maar ik ben heel serieus. Dat ding viel ineens om. Dat ding viel letterlijk ineens om. Ik maak serieus geen... Ha! Gast! Wegwezen, 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 wegwezen. Ik wil nu weg, nu wil ik weg, nu wil ik naar huis, nu wil ik naar huis. Dingen vallen letterlijk om, dingen vallen letterlijk om. Oh, nu ben ik echt heel bang, oh, nu ben ik echt heel bang. Bro, ik wil weg hier, ik moet weg hier. Bro, waar ben je? Waar ben je? Je moet weg, bro, je moet weg. Deuren gaan letterlijk dicht, deuren gaan letterlijk dicht. Je moet weg hier, je moet weg hier. Andere locatie, zonder spoken alsjeblieft, wat het dan ook mag zijn geweest. Ben je heel serieus? Ja, en die pilaar die viel ook ineens om. Letterlijk mijn kant op. Deze plek is voldoende geweest. Misschien nog een andere verlaten plek. Maar een verlaten tandarts is hem niet voor mij. Daarbij, ik had mijn tanden gepoetst vanochtend. Dus het hoeft sowieso niet.